Met akelige bloedzuigers. Ik vind het spannend. Het gaat te snel, schatje. Wat willen we nou? Hij is een beetje autistisch. Dit is een therapie, daar kun je in geloven of niet. Oh, dat is heel naar. Wat zeg je? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog hier vanaf Flinges King & Bo. Wij zijn nog steeds in hoofdpijnbevangenheidstherapie met Bo. En vandaag hebben wij iemand langs die Bo waarschijnlijk gaat helpen. Met akelige bloedzuigers. Met bloedzuigers en een hele speciale therapie. Ja. Dus we hebben dat allemaal gefilmd en jullie kunnen daar nu naar gaan kijken. Doe je daar tegen hem aan. Je houdt dit ding zo vast, zodat jij er niet aankomt, anders kent hij jou. Ja, dus zo. Ja. Zo. Doe hem maar tegen. Hallo. Tegen hem gewoon. Ja, maar ik ga hem eerst even laten zien wat ik vind. Ik vind het spannend. Het gaat te snel, schatje. Wat willen we nou? Hij is een beetje autistisch. Dit heeft helemaal niks. Keetje. Hé vriend, en ik had ook nog helemaal geen echt kennis gemaakt, dus het komt allemaal goed. Goed zo. Knap. Kop ben je. Kijk, ja, niet iedere dag staat er een laptop in je hoofd. Kijk eens hier. Kom maar. Kom maar. Goed zo, vriend. Hij is braaf. We komen in vrede. Dat weet je al. Dat weet jij al. Goed zo, we hebben hem braaf. Oh, wat en ook zo mooi. Hey. Hij is knap, hè? Knappe. Heel knap. Heel goed. Kom jij ook even deze kant op? Yes. Met dat ding. Goed zo, braaf. Ja, duw hem maar tegen. Duw hem maar gewoon tegen. Ja. Ik ga kijken of ik je beet krijg. En als ik zeg, dan moet ik me even stil houden. Duw hem even naar verder. Iets harder aandoen. Ja, en hou hem even vast. Hè. Even kijken. Nee, nou is die weg. Nog even duwen. En even opnieuw. We maken een nieuwe scan. Poepsie. Nou, de kabel komt tegen hem aan. Ja, dat vind ik niet fijn. Niet fijn. We doen de kabel weg. Goed zo. Pak hem even anders vast. Yes. Speciaal voor jou. En dan echt even op aan de onderkant. Zie je dat? Waar die? Ja, dat is goed. Ja, nog even de duwen. Dan is hij weer weg. Ik heb weer geen contact. Ja, even kijken, schatje. Goed aan die kant. Daar. Ja? Zelfs er niet aankomen. Die jouw nagels toch helaas. Oh, dat is ook zo lastig. Goed zo. Goed. En iets moois denk ik hier. Mooie plekjes, ik ga dadelijk iets over vertellen. Ja. Maar het zit hem ook wel wat in het hoofdje. Gaan we dadelijk ook kijken. Maak je fotootjes van en dan ga je kijken. Maar stop dit nu weg. Dadelijk voor. Oh, je bent al even niet meer gepoetst. Je bent aan het verharen. Kijk eens wat ik heb. Oh, dat is gaaf toch. Dit kan je ook al beter maken. Ja. Je is nog net gewassen ook. Hè. Ik kan het goed hebben. Ik kan niet anders. Nou, dit is een mat. Die is helemaal doorweven met hele kleine. Ja, moet ik het zeggen? Kleine. Punten waardoor dat de frequenties afgegeven kunnen worden. Dus er zit heel ontzettend veel ijzerspul door, zou ik maar zeggen. Ja. En ik heb de mat op de praktijk voor de mensen. Die prikkelt een beetje. Daardoor weet ik het heel zeker hoe die zit. Ik ga even het apparaatje halen. Ja. En jij gaat gewoon lekker rustig staan. Hier wordt hij dan dadelijk mee gevoed. Ja. Heeft het zo zwaar? Kut leven, denkt hij. Ik had deze dag helemaal anders gepland. Ik wil weer de hele dag eten. Wat had ik eigenlijk in gedachten, mama? Nou, dit apparaatje is het dus. Het staat voor 1 uur en 20 minuten. Dus daar is hij wel even zoet mee. Dat gaat nu op zijn. En daar zitten dus de frequenties in, zodat hij. Ja, want ik ben eigenlijk degene van het zelfhelende gebeuren.
Dus ik ben niet... ik ben degene die eigenlijk zegt van... paard mag het zelf wel op gaan lossen. En op een bepaald moment... Hè, want bijvoorbeeld, je lever doet het niet helemaal goed. Op de een of andere manier. Je heeft een bepaalde frequentie. En die frequentie... die je moet je voorstellen... is een trilling. Eigenlijk moet je zien als een trilling. En die trilling... die is niet in orde. Dat is bij hem nu heel duidelijk op lymfe level en vooral bij die benen. Ja. Nou, wat ik eigenlijk doe met het apparaat, via deze trilmat zou ik maar zeggen, gaat hij terug, hij krijgt weer een nieuwe kans om het te herstellen. Ja. Zoals dat bij mensen die ermee... Een reset, zeg maar. Nou, dat vind ik een mooi woord. Een reset, ja, dat is het eigenlijk. En de bedoeling is dat, en dan gaat hij zich dadelijk ook lekkerder door voelen. Zo, en dan zet ik die nog even vast. Want het is nog een pittig apparaat, dat begrijpen jullie wel. Dus, goed. Ja, die doet het goed, man. Ben jij knap paard? Nou, Didi. Je weet ook dat het flink dus nabloedt, hè? Zal toen ook gebeurd zijn. Heel goed doe jij het, zeg. Keurig, goed zo. Die gaan we aanzetten. En hier. En dit is echt het gebied, het bij ons precies hetzelfde. Ja. Iedereen met het wel. Ja, gewoon nieuwe, die nog niks geleden hebben. Die niks hebben gedaan. Ga maar even van dichtbij kijken. Kijk, je hebt een voorkantje en een achterkantje. Het voorkantje, dat is wat aan mag bijten, als het goed is. Dan mag je even ook een beetje aan de kant gaan staan. Want ik weet niet of hij precies, of je pets geeft, maar ik denk het niet. Volgens mij weet hij al dat dit oké is. Kijk, en nu heeft je al aangebeten. Ja. Dat ging vlug. Je moet echt heel goede vibes meegeven. Ja. Want de vorige keer hebben we echt gewoon met drie moeten proberen toen met zijn Oedeen bij zijn... Juist dat is feestje. En hij had zo gestampt op zijn buik en gestampte die er zelf af. Dat is jammer, maar van de andere kant 20 minuten, dan zit erin wat erin moet zitten. Oh, dat is dan langer hoef eigenlijk niet. In principe hoeft niet, maar ik laat ze wel zitten, totdat ze er eigenlijk afvallen. Totdat ze loslaten en dan ga ik, of weet je, als dadelijk alles, dat zit allemaal afgelopen is en we hebben de scan besproken en hij vindt nog steeds dat er, nog steeds, dan wil ik ze nog wel eens helpen van nu is het klaar. Ze kunnen ook gaan slapen. Namelijk. Ja, echt? Ja, zoals... ja, dat zei ik denk ook. Zo kan, volgens mij kan hij dat ook. Ja. Hij kan ook slaappunten. Ja. Kijk, nu gaat hij mooi staan. Dus het is, hij trekt het. Hij trekt als het ware de lymfe naar boven. Ja. Ja, dit zegt wel, het is echt vastgelopen. Ik bedoel, ik hoest er meer neer te zetten. Ja, ik heb het vaak niet zo makkelijk. Nee, dat zeg je. Oh, ik weet niet wat wij hier aan doen zijn. Maar misschien kun je ons terug in een potje doen. Nee, heerlijk. Ja. Eten. Ja, juist. En daar waar niet zoveel eten is, dan moet ik harder werken. Ja, juist. Maar dit is... Dat lijkt goed, maar dat is niet. Dus nog zeker één keer bloedzuigers. Ja. Zuigers, zo begin ik ook al suikers. Zuigers. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat is helemaal niet erg. Nou, als ik me verveel, ga ik aan de lolie. Oh, dat is heel naar. Wat zeg je? Heel naar. Die laat ook eruit. Los. Nou, ze laat daar ging die. Vang hem af. Ja, hier ligt die. Ik pak hem. Nou, hij heeft er in ieder geval geen vermoord vandaag. Nee, de vorige keer ging hij erop staan. Dat was vrij heftig. Dat is niet zo leuk. En dat was best een lugubere aanzicht wat er toen uitkwam. Het ziet heel heftig uit. Ja. Ik pak die daar. Maar ja, I don't give a... Weet je, laat zijn. Ja, daarom. Gekker. Kijk, als jouw paard herstelt... Ja, dat is het belangrijkste. Weet je... Nou, Boe is lekker ingepakt. Op de plaatsen waar de bloedzuigers hebben gezeten. Dat kan altijd een beetje nabloeden. En hij staat nu nog even onder die therapeutische dinges. En dan is hij klaar. Nou, Boe's behandeling is klaar. Het blijft nog even nabloeden met allemaal kunstwerk. Ja. Rare dingen op zijn kontje. Ja, vastgeplakt omdat het nogal wat na kan bloeden. Ja. De bloedzuigers beten eigenlijk vrijwel meteen aan. Dat betekent dat hij het wel nodig had, zei zij. Normaal gesproken doen ze er iets langer over. Ja. Dit is een therapie, daar kun je in geloven of niet. Dat maakt ook allemaal niks uit of dat je erachter staat of niet. Ik ben van mening dat het wel helpt.
omdat Bo het al eerder gehad heeft met de castratie toen wij zijn oedeemvorming er niet uit kregen. Ja. En daar had ik dus 7 maanden heeft hij daar toen mee rondgelopen. Alleen bloedzuigers hebben hem op dat moment kunnen helpen. Toen was het na 1,5 week opgelost, dat hele probleem waar ik al 7 maanden mee liep. Dus ik ben van mening dat het wel helpt. In ieder geval, ze zijn vooral voor gemaakt om het lymfesysteem te resetten. De bloedzuigers zijn dit keer op zijn lymfesysteem gezet. Dus je zou zeggen, waarom zet je bloedzuigers op zijn bil als het in zijn been zit? Maar het was dus een soort van reset van zijn lymfesysteem. Want de lymfe zorgen er dus voor dat dat allemaal schoongemaakt wordt, zeg maar. Juist. Ook had ze een apparaatje bij met een laptop die je tegen hem aan kunt houden. Dat zie je in het begin van de video met dat witte kastje wat ik tegen hem aan moest doen. Daar kan ze mee doormeten. Ja. Heb ook gevraagd hoe dat kan. En dat heeft met energetische banen te maken. Ja. We konden ook precies zien waar hij tekorten aan heeft en waar hij geen tekorten aan heeft. Dus, we gaan binnenkort, over 10 dagen komt ze terug, doen we het nog een keer. En hij krijgt waarschijnlijk dan een vitamine B supplement bij. Maar dat moeten we tegen die tijd bespreken. Ja, dat had hij echt allemaal tekort, hè? Magnesium was overigens stop, omdat we dat altijd al bijvoeren. Ja. En vitamine E heeft hij laatst van Farmhouse bijgekregen, maar om de een of andere reden heeft hij dat niet opgenomen. Ja. Dus dan moeten we over 10 weken even verder kijken, 10 dagen even verder kijken of het dan beter is of niet. Want hij staat natuurlijk nu op heel arm hooi. Ja. En verder niks. Ja. Dus dat. Dus dat is, het was misschien een beetje zweverig voor sommigen, maar ik geloof er wel in wat ze allemaal verteld heeft. Ik ook. Dus we gaan als zien het hem het helpt, doet. Maakt het mij allemaal niet uit of het zweverig of niet is, zolang de paard er maar baat bij heeft, toch? Ja, toch. We gaan nu in de volgende video foto's maken op de kliniek, dus dat gaan die jullie komt dan dag, zien. En verder gaan we het even aankijken. Ja. Dus we willen jullie bedanken voor het kijken naar deze video. We zijn nog niet uit de stress. Nee, helaas niet. Doei.